Goedemorgen. Voor wie het niet weten, ik ben Sanne Keizer. Mama Keizer. En vandaag neem ik jullie een Mama Keizer. Een dagje mee. Mama Keizer. Op mijn dag. Maar eerst moet ik opstaan met deze twee, want het is schooldag. Nee, het is vrijdag. Nee, het is donderdag. Gaan we er een leuke dag van maken? Nee. Ja? Bosjes? Tot zo. Tot zo. Waar gaan we heen? Naar school. En hebben we die andere ook mee? Ja, daar is die. Gezellig, daar gaan we. Doei. Doei. Veel plezier op school. Doei. Dag. Goedemorgen alle kijkers, we gaan vandaag naar school en we waren al zo lang weg geweest dat we heel graag weer naar school willen. We waren nog maar één keer naar school en nu gaan we nog een keer. Ja, groen hou vast hè. Nu is het alleen maar tijd, nu zitten we met de telefoon op de fiets en het is wel een lekker weertje vind ik, een beetje. Het is lekker weer hè? Ja. Kijk, daar is het water. Oh, nu is die weg. Dat is nu weg, want mama rijdt te hard. Kijk, dat is een speer, hè? Ja. Dan even een andere vlog, maar we vloggen het wel. Ja, lieve. Nee joh, we zijn dik op tijd. Nee, maar mama is altijd op tijd. Kijk, we gaan nu over een bergje. Kijk, dit is de luxe keuken van het Zuiderparkstadion, waar wij kunnen relaxen en tussen de trainingen door zelfs naar de trainingen kunnen kijken die daar buiten nog plaatsvinden. Als we buiten kunnen trainen, want het is nu niet zo lekker weer. Nou, binnen lopen we braaf met een mondkapje op, zoals je ziet. En ik ga nu aan mijn krachttraining beginnen. Nou, ik ben in de gym aangekomen. Kijk, zie ik tegen het lijf loop. Matt, heb je nog tips voor hoe je je dag goed begint? Lekker kop koffie. Heb je die nog niet gehad? Begin daar vooral even mee. Of heb je er nog een? Havermoutje? Nee, ik heb al een kopje koffie gehad. Oh, oké, okay. Nou misschien nog eentje. Nee, is nodig. Gaan we er een lekkere trainingsdag van maken? Zeker, even werken aan die spierballen. Woep woep. Ik weet niet of je het kunt zien. Nog niet. Laten we straks zien aan het eind. Ja, is goed. Hallo, live vanuit de gym in het Zuiderparkstadion in Den Haag. Vandaag staat er een krachttraining op programma, dus daar ga ik nu aan beginnen. Kijk, ik heb al een mooie tuig om, want ik ga hier zo dadelijk de hip belt squat doen. Doen jullie mee?
Nou, de derde training van de dag zit erop. En dit is eigenlijk het mooiste moment van de dag, hè, Rick? Ja, van mij ook, hoor. Waarop ik even kan herstellen en de benen worden losgemaakt voor ik in de auto naar huis ga. Dus ik geniet er nog even van. Ik doe even mijn ogen dicht. Hoi. Home sweet home. Zo, ik kom net thuis aan. Ik ga nu naar binnen. En ik ben voorbereid, want de tweeling die heb ik de hele dag niet gezien. Dus ik heb er heel veel zin in. Hi schat. Hi mom. Oh, dat ziet er lekker uit. Ja, toch. Eten. Kijken of het klaar is, hoor. Nog niet helemaal, hè? Nee. Nee, hoor. Zo. Zullen we nu even voor mams rug afgaan? Ik heb een hele zware dag gehad. Ja. Oké. Oh. En toen lag ik op de keukenvloer. Lang leven, vrolijke tweeling! Zullen we gaan eten, jongens? Nee. Hoe blij worden jullie ervan als papa en mama koken? Niet blij. Nou. Hoeveel duimpjes op als mama kookt, Puk? Nul. Nee, hoeveel duimpjes? Nul. Nee, omhoog? Nul. Nou, papa. Niet mij. Nou, hoeveel duimpjes krijgt een toetje met heel veel suiker? Zo, daar worden jullie wel gelukkig van, hè? Puk met Vivian gespeeld. Oh, wat zal jij heerlijk doen? Twinkel, twinkel, kleine ster. Oh, wat schijn jij mooi. Goedenavond, live vanuit bad. Ik eindig mijn dag altijd in een warm bad, bijna altijd, om de nacht goed te herstellen. Het was een lange zware dag, vroeg op de kindjes naar school. Een krachttraining, een baltraining, een fysieke training om vervolgens weer naar huis te gaan. Koken, stoeien en bed leggen. Nou, het was een leuke dag, maar ik ben nu wel moe. Dus ik ga lekker slapen. Bedankt voor het volgen en nou, slaap lekker. Doei!